Justitieminister Kenneth Amoksi zegt dat de criminaliteitscijfers een dalende trend vertonen door de onlangs getroffen maatregelen. Tegenover journalisten verklaarde de bewindsman dat de overheid steeds moet monitoren wat nodig is aan aanpak en beleid om de criminaliteit in te dammen. De acties zijn aangescherpt weer. En dat is het. Je moet constant monitoren om steeds betere resultaten te halen. Ten aanzien van het binnenland, dat is inderdaad een issue. Omdat het niet altijd lukt om bijvoorbeeld geplande acties in het binnenland uit te voeren. Ook voor wat betreft steunpunten die eigenlijk operationeel zouden moeten zijn. Ik wil bijvoorbeeld noemen enkele strategische locaties in het binnenland van waaruit de politie, de militairen zeker zouden moeten opereren. De minister geeft verder aan dat de politie voorlopig geen ondersteuninglocaties heeft in bepaalde gebieden in het binnenland. Het gaat vooral om de strategische locaties zoals Stoelmanseiland, Jumu en Atjoni. Ik noem bijvoorbeeld Stoelmanseiland, ik noem Jumu, ik noem Atjoni, Guyaba, niet zozeer Atjoni, maar meer Guyaba, die omgeving. Sneesikondre, het zijn allemaal... ook Lawa Atino, zijn allemaal strategische locaties waar eigenlijk de politie en de militairen altijd aanwezig zouden moeten zijn. Amoksi benadrukt dat de politie momenteel daarom niet overal in het binnenland gestationeerd kan zijn. Hij merkte ook op dat de misdaden in het achterland door criminelen wordt gepleegd.